Hallo vriendjes, in Holland en everywhere, en ook waar ook in de wereld. Hier is Johan Isaac Hermanus van Oldenbarneveld, genaamd Tulling. En ik zit hier op mijn gemakje met jullie te praten. Ik ben zo'n beetje, de laatste 2 weken ben ik zo'n beetje in de Lappenmand terechtgekomen. Ik had hoestbuien en mijn chest was, ik was maar aan het hoesten en aan het koffen en ik voelde me eigenlijk helemaal niet geweldig. Maar nu, vandaag en een paar dagen geleden is het weer voorbij gegaan en ik voel mij eigenlijk tamelijk goed. Ik ben nog niet helemaal 100%, maar ja, zo. De verkiezingen in Amerika are nu over en een heleboel mensen zijn heel gelukkig. En een heleboel mensen zijn teleurgesteld. Zo gaat het in de wereld. Maar ik ben nu weer tamelijk goed en ik wil even met jullie praten. Het is altijd gezellig om je gezicht te zien. En dan kan je zelf wel zien hoe alles met je gaat. Nu, ik zit nog steeds aan Rotterdam te denken. Ik kan mijn geboorteplaats nooit uit mijn hoofd zetten. En in gedachten loop ik op de markt en kijk ik naar al die dingen en ik heb een paar dubbeltjes gekregen om te besteden aan de snoeptent en zo. Ik ben heel gelukkig in mijn jongere jaren als een Rotterdamse straatjongetje. Dat was ik eigenlijk, een straatjongetje. Ik was nooit veel thuis. Ik was liever veel buiten met mijn vriendjes en zo. Maar ja, nu woon ik in Amerika al 66 jaar en ik ben hier heel gelukkig. Ik zit natuurlijk nu in een assisted living situatie, omdat mijn vrouw heeft haar heup gebroken en ik ben ook ellendig terechtgekomen. Maar nu gaat het met ons geweldig eigenlijk. De plaats waar wij wonen is eigenlijk als een resort hotel. Maar ja, er zitten 200 oude mensen in. En iedereen heeft een gebrekje. Daar ben ik maar inbegrepen. Zo, ik moet maar het beste ervan maken. Het eten hier is uitstekend. Er is altijd iets te doen, iedere dag. Het is niet een van de slechtste plaatsen om je oude dag te besteden. Te verslijten of wat ook. Zo nu, dat is, ik zal het niet te lang maken, zo nou jullie weten een beetje weer dat de ketelpinkie weer over zijn verkoudheid is en nog niet helemaal eigenlijk, maar ja, mijn neus is stil verstopt, maar ja, dat gaat natuurlijk met een paar dagen gaat dat weer helemaal voorbij. Zo, ik zal maar gedag zeggen aan al mijn vriendjes op Facebook en ik zal speciaal ervoor zorgen dat ik niets over de verkiezingen schrijf, want dan maak ik geen vriendjes mee. Ik ben er helemaal mee eens, maar een heleboel mensen die zijn niet met deze keuze eens, zo we zullen het dat maar laten. In ieder geval, ik zit hier al maandagmorgen en ik zit aan jullie te denken, zo ik wil eventjes gedag zeggen. Het is net alsof ik met jullie een telefoongesprekje heb. Zo, dag lieve mensen in Rotterdam en waar ook in de wereld. Van Johan, het ketelbinkie van Rotterdam.